Wat een prachtig nieuws voor Gerda Keuter, een bekend gezicht van de serie Urk. Op Instagram deelt ze vol vreugde mee dat ze opnieuw in blijde verwachting is. Fantastisch nieuws! Jubelen Gerda en haar partner Klaas bij een hartverwarmende foto van hun dochtertje Mathilda Lydia. Het meisje straalt in een t-shirt met de woorden Ik word grote zus. Er is een tweede romkesbaby op komst. De reacties stromen binnen onder het bericht: felicitaties vullen de commentaarsectie. Wat ontzettend leuk! Van harte gefeliciteerd, schrijft een enthousiaste volger. Een ander voegt toe: gefeliciteerd samen. Wat een geweldig nieuws, geniet ervan. Gerda verwelkomde haar eerste kindje afgelopen januari. Net als haar zus Mathilde, die slechts een paar maanden eerder was bevallen, beleefde Gerda niet meteen een roze wolk. Het loopt niet altijd zoals je verwacht, deelde Gerda met weekblad Privé. Vaak lees je verhalen over hoe prachtig een bevalling kan zijn. In ons geval was dat verre van de realiteit. Haar bevalling eindigde met een spoedopname in het ziekenhuis, waar artsen ontdekten dat Gerda leed aan een zwangerschapsvergiftiging. Mijn lichaam was opgezwollen, mijn bloeddruk was gevaarlijk hoog en ik vertoonde alle symptomen, legde ze uit. Als je niet op tijd ingrijpt, kan het leven van je baby in gevaar komen. In het ergste geval kunnen organen uitvallen, met alle gevolgen van dien. Gerda was overweldigd door de ervaring, maar gelukkig liep alles goed af. We beseffen ons hoeveel geluk we hebben gehad. In Urk was enkele maanden geleden ook te zien hoe haar tweelingzus Mathilde in verwachting was van haar tweede kindje. Kijkers stuurden hun felicitaties, waarna Mathilde helaas droevig nieuws moest delen. Ondanks de vele gelukswensen moet ik nu helaas ook het verdrietige nieuws met jullie delen. Ik heb een miskraam gehad, niet lang nadat ik ontdekte dat ik zwanger was, deelde Mathilde via Instagram Stories.